Goedemorgen, de zomervakantie is afgelopen en daarom kan ik weer laten zien wat ik mijn kinderen meegeef voor hun 10 uurtje. Allereerst zien jullie misschien wel dat ik nieuwe bakjes heb. En ik vind de bakjes geweldig. Het zijn hele mooie bakjes van Lunchbots. Ze zijn peperduur en ze zijn eigenlijk een beetje te klein. Ik bedoel, het kan net, weet je, je moet een beetje proppen met de boterhammen en zo. En ik werd al gewaarschuwd door mijn moeders van, nou, kan je niet beter de grotere nemen? En ja, het was een beetje een twijfelgeval, want ja, deze die waren 24 euro, de grotere die waren 36 euro. Nou ja, keer 2, tel uit je winst, het was echt een beetje om te huilen. Maar ik heb ze toch gekozen omdat ze alleen maar een 10 uurtje erin hoeven te doen. Lunchen doen ze thuis. En we kijken wel hoe het gaat. Als het echt niet fijn is of als ik er tegenaan loop of weet ik veel wat of zo, dan moet ik misschien toch die duurdere kopen. Want al met al zijn het wel echt hele, hele mooie, goede kwaliteit lunchbakjes. Of nou ja, noem maar wat, noem maar hoe je het wil noemen. Bento's zijn het eigenlijk. Maar goed, ik ga deze week eens eventjes weer laten zien wat de kinderen meekrijgen. Nou, allereerst krijgen ze tomaatjes mee, een boterham met salami en een halve bakabana, want die hadden we nog over van gisteren van het Chinees halen. En een flesje water. Tot morgen! Goedemorgen, het is dinsdag vandaag en vandaag krijgen de kinderen een boterham met boterhammenworst, wat druifjes, zien er zo lekker uit deze druifjes, en wat crackertjes. En een flesje water, maar die ben ik nog niet, ben ik vergeten te pakken en zo. Het is vroeg. Doei doeg. Goedemorgen, het is woensdag vandaag en zoals jullie zien heeft één kind zijn bakje op school laten liggen. Zijn hele tas trouwens. Dus gelukkig heb ik extra bakjes. Ze krijgt vandaag een boterham met, hoe heet dat nou hè? Duopanotti mee. Wat stukjes appel met kaneel en wat kaneelcrackertjes en een pakje drinkje. Goedemorgen, het is donderdag en vandaag krijgen de jongens op verzoek van Mika, die krijgt een broodje met kaas en komkommer en twee minikoekjes. En Matteo die krijgt twee stokbroodjes met chorizo en twee minikoekjes en een flesje water. Tot morgen! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en de allereerste week van school is weer voorbij. En het is helemaal goed gegaan. Vandaag krijgen ze een kiwi mee, een boterham met duopanotti en wat crackertjes en natuurlijk een flesje water. Doei doei!